Zo, het stembureau is ervoor klaar. Ik ben hier bij Vredenburg. We gaan om 7:30 starten. We zullen zien wat het wordt vandaag. En de eerste, hè, vandaag. Ja. Ik wil graag uw stembiljet en uw legitimatie, alstublieft. Ik heb hier 12.03. Ja. 18. Nou, de eerste. Alstublieft. Zijn fijn ding. Merci. Goedemorgen, dank u wel. Een geweldige, één geldige stem, gewoon. Alstublieft. Dat moet ook in de gaten. Dank u wel. Kijk, alsjeblieft. 1821. Hoe was het nou? Kees, het eerste. Foto? De eerste. De stem past erin gegooid. Ingooien, snel weer aan het werk, Kees. Ja, zo gaat dat, hè. Dus, hey, succes vandaag. Ja. Daar gaan we wel, Kees. Daar ga je, naar eerder geweten, Jos. Ik hoop het. Nou, ik weet het zeker. Ellis ook naar eerder geweten. Ja hoor, ik doe er twee. Kees. Dat doe je goed. Geen stem verloren laten gaan. Nee toch? Nee, ja, precies. We zijn nu een 30 minuten bezig. En wat zijn de prognoses van jullie voor vandaag? De prognose? Nou, ik verwacht tussen de 60-70% opkomst. 60-70%. Maar de voorzitter die is daar teleurgesteld. 80%. Zeker. En op dit moment heeft u binnen hoeveel procent? Ruim 2. Ruim 2. Dus het gaat goed voor die eerste 30 minuten. Ja, relatief is dat niet slecht. Nee. Dat is mooi. Nou, dan wens ik jullie voor vandaag heel veel succes en toch druk mag wezen. Want druk is toch gezelligheid, hè? Ja. Dat is zo. Ja, maar het gaat om stemmen, hè? Ga wel stemmen. Oh! Des te rooier, des te mooier, Kees. Zou het? Ja. Is het zo vet? Dat vind ik nou wel een leuk klimmen. Ja, voor zo'n bedoeling. Ja. Lekker op zijn limmers, Fred, hè? Toch? Moet allemaal kunnen, Kees. Ja, vind ik ook. Nou, ik wens jullie vandaag veel succes. Dankjewel. Ja. En dat er veel stemmers mogen langskomen. Dat jij nog een mooi filmpje wil maken. Ja. Ik hoop het. Ja. Zien we thuis pas, hè. Oké. Toch? Oké. Daarom. Te laat. Had ik dat geweten, Kees, dan had ik werk. Maar kun je dat nog een beetje photoshoppen? Ja, helemaal. Dat kan. Ik heb vergeten mijn haar te doen. Shoppen we ook goed. En hoe gaat het hier om met het stemmen? Ja. Hoe is het percentage op dit moment? Dat weten we niet. Weet u dat nog niet? De camera zat al op 2% ten half uur. Ja, dus ik weet niet hoeveel... Ja, er kunnen er hier 1800 komen en we hebben er nou 100 gehad. Maak het sommetje even. 1/18, dat is nog niet 2%. Alleen, je kan dit stembureau kan je niet vergelijken met de kamer. Nee, begrijp ik. Omdat je bijvoorbeeld, je hebt nu ouders die hun kinderen komen brengen. Ja, onder de middag komen de opa's en oma's aan halen. Dus dat is het aparte van niet. Wij hebben hier ook nooit... Kijk, we raken ook een hoop kiezers kwijt. Omdat die naar bijvoorbeeld het station met de trein gaan. Die gaan daar stemmen. En wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Het percentage wat gaat stemmen? 80-85%. 80-85%. Dat redden we niet. We zitten in ieder geval, Karsticum heeft altijd een hele hoge opkomst. En wij hier, wat dat betreft, zitten ook nog in Limmen, aan de bovenkant. Dus ik verwacht 80-85%. We gaan kijken wat het gaat worden. Ja. Hey, ik wens jullie heel veel succes. Kees. Dankjewel, Kees. Goedjes. Bedankt.